Oké, we lopen dus nu naar deze bunker toe. Ergens in de bossen in Oekraïne. Eens kijken of er al op de muren staat. Hoeveel militairen denk je dat hier zaten? Ja, honderden, misschien wel duizenden, denk ik. Ja, echt, inderdaad, joh. Allemaal gewoon klaar voor de oorlog, hè? Oké, nou, daar gaan we. Hier ondertussen vinden we alleen nog maar meer kamers en tunnels. Kijk, zo ver dit gaat, gast. Dan te bedenken dat al die Oekraïense soldaten hier gewoon liepen. Yeah. Which tunnel is going to the exit? That one? That one? Yeah. Or that one? This and this. Which one is the fastest? Back. Only back. In deze serie reis ik naar het Oostblok. Ik pak het vliegtuig naar Oekraïne. Daar heb ik namelijk afgesproken met een aantal lokale gasten. Via het internet heb ik contact met ze gehad en zij vertelden mij dat ze me konden leiden naar de geheimste en meest verlaten plekken van dit land. Bijvoorbeeld de Poltava. Een ondergrondse rivier die strikt illegaal is om te bezoeken. De ingangen zijn dan ook gesloten en worden goed beveiligd door de politie. Er is een groot instortingsgevaar en een tijd geleden zijn een aantal explorers in de snelstromende rivier gevallen. En daarmee overleden. Daarnaast gaan we middernacht ook nog naar een oude Sovjetbunker uit de tijd van de Koude Oorlog. We bezoeken een spookkasteel en daarnaast komen we ook nog eens vast te zitten in de wildernis. Dit hele avontuur is opgedeeld in meerdere delen. Op dit moment kijk je naar het derde deel. Bij de 12.000 likes op deze video komt direct het volgende deel online. Dus like deze video als je direct de volgende wil zien. In dit avontuur bezoek ik een ondergronds bunkercomplex in Oekraïne. Deze Sovjetbunker werd in 1960 tijdens de Koude Oorlog gebouwd en in gebruik genomen. Het was een anti-nucleaire bunker waar grote aantallen soldaten in konden verblijven. De zware deuren van de ingangen waren vaak zo'n 50 centimeter dik. En wanneer het beveiligingssysteem aanstond, kon niemand erin of eruit. In het hele complex waren zo'n 54 kamers. 6 lange gangen, 2 trappen en een lift die de wapens kon transporteren. En in dit avontuur ga ik dus samen met een aantal lokale gasten uit Oekraïne deze bunker in. What's up jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Voordat deze begint wil ik jullie heel even bedanken voor het komen naar de meet and greet afgelopen dinsdag 5 februari in de Jaarbeurs in Utrecht. En ik wilde dit moment heel even gebruiken om jullie te bedanken voor het komen naar de meet and greet. Bouwens Nederland en Onderhoud.nl hebben mij de mogelijkheid gegeven om jullie te ontmoeten op het Glasplein. We hebben daar met z'n allen geklommen op een grote glaswand. Die foto's vind je trouwens via de link in de beschrijving. Daarnaast was er een heel skateboard wat gemaakt was van glas en daar kon je gewoon letterlijk op skaten. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk nooit wist dat het glas zo sterk was dat je er ook gewoon op kon staan, dat je ermee kon skaten. Zo was er ook een soort wand waar je aan kon hangen en nou ja, het glas begaf het niet. Op en na deze dag kreeg ik ook veel vragen van jullie rondom dit onderwerp. Dus ben je nou geïnteresseerd in dit onderwerp? Wil jij iets meer weten over de functie van glas? Wil jij misschien een opleiding of werk erin vinden? Ga dan even naar werkinhetglas.nl. Die link daarvan kun je vinden hieronder in de beschrijving. En dat was alweer alles wat ik wilde zeggen. Ik zeg nog maar één ding en dat is veel plezier met het kijken naar het nieuwe avontuur. Oké, we lopen dus nu naar deze bunker toe. Ergens in de bossen in Oekraïne. Samen met die drie gasten zijn we nog steeds. Oké. Nou, ik heb niet echt enig idee wat hier op dit moment gebeurt. We waren dus zojuist in die ondergrondsrivier. En in één keer zeggen die drie gasten van, joh, we hebben nog iets om te laten zien. Namelijk een bunker midden in het bos. Dus we hebben een uur gelopen, we zijn nu midden in het bos. En in één keer zien we deze ingang. En dit schijnt dus blijkbaar naar tunnels te lopen. Naar een heel ondergronds tunnelcomplex. Dus laten we het even gaan bekijken. Het ligt hier allemaal vol met troep zo te zien. Dan moet je eens kijken. Tering, gast. Kijk wat hier allemaal op de muren staat. Dit is allemaal vervaagd. Ja, inderdaad. Allemaal vervaagde teksten, hè? Kijk eens naar deze oude deuren, vriend. Oh, joh. Hier zaten vroeger echt mega dikke deuren tussen. Ja, inderdaad. Dit was gewoon de hele dikte van die deur. Nou, dan weet je wel dat het een goede bunker is. Dit is misschien wel zo'n anti-nucleaire bunker.
Ja, om zo van die nucleaire bommen tegen te gaan. Ja, zeker die. En terwijl het nu voor ons nog een vraag was, kwamen we er later na heel even researchen al snel achter. De bunker waar wij op dit moment in liepen was inderdaad een anti-nucleaire bunker. We komen van die kant af. Jullie zien het niet omdat het hier zo donker is. Maar aan die kant zijn nog meer gangen. Maar we gaan nu dus door deze doorgang heen, waar vroeger dus die enorme deur zat. Oké, nou daar gaan we. Jason en die andere jongens zijn intussen daar al. Gast, wat is dit dan? Hier ligt nog iets van vroeger. Geen idee wat het is. Maar we moeten doorgaan. Oké, hier ligt allemaal water op de grond. Dus ik loop even via de zijkant. Oh, shit. Oké, nou dat ging bijna mis. We hebben hier weer zo'n doorgang. Er ligt overal water zoals jullie zien. Het is helemaal niet meer zo stevig. Maar ja, we gaan nu dieper en dieper in de bunker. En zoals jullie hier zien, tussen deze betonstukken, zien jullie hoe sterk dit gemaakt is. Met allemaal ijzerstukken erin. Be careful, it's very deep. Oh wow, yeah. It's deep here? Yes, it's like 2 meters deep. 2 meters? Yeah, but this sound. Oké. Dit gat hieronder is dus 2 meter diep. Ik moet nu even daarin gaan staan. Oké. We hebben van deze gasten trouwens biertjes gekregen. En die zitten dus hier niet in flesjes. Nee, dat zijn gewoon literflessen. We hebben dus gewoon 1 liter bier. En in plaats van zoals in Nederland is het ongeveer 5,5%. Maar dit is dus gewoon 11%. Dus gewoon eigenlijk gewoon een fles wijn. Maar dat noemen ze hier dan gewoon bier. Dus je merkt wel hoe ze hier kunnen zuipen in dit land. Die stoppen we lekker even in onze tas. Die drinken we vanavond wel even op. Laten we nu verder de bunker onderzoeken. Want zo te zien gaat het nog wel echt tegen de bunker. Als je kijkt, die gasten zijn al helemaal naar achteren. Gasten, dit is fucking groot. Nou, hier moet je wel even oppassen hoor. Hey, deze zit ook los. Ik heb gewoon een rondje lopen. Er zijn hier zoveel kamers. 1960? Ja? Yeah? Like in the Cold War. Ja, yeah, in de Cold War. Yo, gast, zie die deur hier. Hier zie je dus echt zo'n oude deur zitten. Kijk eens. Kijk eens hoe oud deze deur is, vriend. Dit is gewoon de oude wc-bril. Je ziet het ook aan de tegeltjes hier. Dit moet het toilet zijn geweest, of de badkamer in ieder geval. Want ook de militairen moesten natuurlijk in deze bunker gewoon naar de wc kunnen. Dus dit hier was de badkamer en je ziet het gewoon aan die wc-bril dat ze hier naar de wc konden. Maar ik vind het vooral heel ziek dat deze deur hier nog volledig zit. Dit is gewoon echt een deur van, ja, wat is het, in 1960 is het gebouwd. Maar het ziet er eigenlijk zoveel ouder uit. We liepen nu al een tijdje door deze bunker heen en de kamers bleven maar komen. Yo, grap. Het zijn weer allemaal kamers hier, hè? Hoeveel militairen denk je dat hier zaten? Ja, honderden, misschien wel duizenden, denk ik. Ja, echt, inderdaad, joh. Allemaal gewoon klaar voor de oorlog, hè? Want in 1987 werd door Amerika en de Sovjet-Unie het INF-verdrag getekend. Dit verdrag zorgde voor de beperking van nucleaire wapens van beide partijen. Helaas heeft de Amerikaanse president Donald Trump dit verdrag afgelopen 1 februari verbroken. En afgelopen 2 februari heeft ook Vladimir Poetin het verdrag verbroken. Wellicht is een tweede koude oorlog dichterbij dan ooit tevoren. Oké, we gaan dus nu blijkbaar een lift in. Ja, ze liggen ook nog een schop. Zie dit. Maar we staan dus nu midden in een lift. Deze werd dus vroeger gebruikt in deze bunker om dus wapens van onder naar boven te transporteren. Zo konden ze dus gewoon heel snel, als er oorlog uitbrak, de wapens die hieronder gestald lagen naar boven brengen. Zodat daar de soldaten die daar zomaar aan het soort van klaar stonden om te vechten, de wapens konden krijgen om het dan af te vuren. En dit is dan die lift. En je kunt dus blijkbaar helemaal omhoog kijken. Hè? Het is wel echt gevaarlijk, want er hangen super veel dingen los. Mooi, joh. Gast. Steringziek.
Met deze lift werden militaire voorwerpen zoals wapens of bommen getransporteerd van boven naar onder. Dit was logistiek een stuk makkelijker, maar daarnaast ook veel veiliger dan dat ze getransporteerd zouden moeten worden via de hoofdingang. Je moet hier wel echt even uitkijken, Jason. Kijk hoe diep het hier is. Ja, shit man. Oké, nou daar gaan we. Hier ondertussen vinden we alleen nog maar meer kamers en tunnels. Kijk zo ver dit gaat, gast. En dan te bedenken dat al die Oekraïense soldaten hier gewoon liepen, hè? Ja, als de soldaten, als ze dus echt naar boven moesten om te vechten, als ze alarm werd geslagen, dan moesten die hier zo snel mogelijk door die gangen heen rennen, of misschien wel met een andere lift omhoog, om naar boven te komen, om te kunnen vechten. Dat is echt ziek. Omdat het hier zo oud is, hier gewoon serieus, dat hier zoveel schimmel gewoon begint te groeien aan de grond. Nou, dat ademen we dus op dit moment ook in, dus dat is wel even serieus heel slecht. Dit is echt absurd, ik heb nog nooit zoveel schimmel hier op één plek gezien. Jason, even serieus beter als we nu een uitgang gaan zoeken. Want we hebben geen mondkapjes bij en dit is echt slecht. Ja, we gaan naar de uitgang. Oh joh, ik stond echt midden in de blub. Oké, nou, we proberen via deze houtjes op de grond even een weg naar de uitgang te vinden. Ik hoop dat we die snel vinden. Het was tijd om weer terug te gaan naar de uitgang. Which tunnel is going to the exit? That one? That one? Or that one? This and this. Which one is the fastest? Back. Only back. Only back? Yeah. Okay. So then terug? Let's go back? I guess we'll open. Yeah. Okay, perfect. Go back and then. Jongens en meisjes, what's up? Ik wil jullie super hard bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit vet? Vergeet dan sowieso niet even om natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog te drukken op deze video. Heb je nou nog een vet idee en zeg je van hé, je volgende avontuur moet daarover gaan of je moet naar dat vette land toe gaan? Laat het mij even weten hier onder de reacties en laat sowieso even weten wat je gewoon van dit avontuur vond. Daarnaast, elke woensdag en elke zondag upload ik een nieuw avontuur op mijn kanaal. Dus als jij je nou abonneert en het belletje aanklikt, ben je daarvan altijd op de hoogte. Daarnaast kun je ook al mijn avonturen volgen via mijn Instagram kanaal. Dus heb jij een Instagram account, maar weet je niet helemaal zeker of je mij nog volgt, check dat even en volg mij. En dan is het voor nu alleen nog maar bedankt voor het kijken naar deze video. En ja, tot het volgende avontuur, mensen. Later.